Hoi, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe cultuurvlog. Ik ben Jip. En ik ben Blijde. En wij zitten hier op het trapje voor FOAM, het Fotografiemuseum hier in Amsterdam. En ondanks dat het mooi weer is, gaan wij toch naar binnen, want er is een hele bijzondere tentoonstelling hier gaande die het wel de moeite waard maakt. Wat ga je in deze vlog zien? Wij hebben afgesproken met Mirjam Kooijman, dat is de curator van deze bijzondere tentoonstelling. En we gaan met haar hier doorheen lopen. En ik heb al wat voorgelezen. Het is een heel bijzonder verhaal, want deze foto's zijn een soort van herontdekt, heb ik begrepen. Dus daar ga ik alles over vragen vandaag. Ik ben Mirjam Kooijman en ik werk hier bij FOAM nu bijna 3 jaar. En ik ben verantwoordelijk voor de tentoonstelling Bamako Portrait van Seydou Keita. Heel veel mensen kennen Malik Sidibé, een beroemde historische fotograaf. Maar ook Seydou Keita was een tijdgenoot van hem. En hij heeft Bamako geportretteerd in de jaren 50 en 60. En dat is een heel belangrijke periode voor Mali, omdat het in die tijd over is gegaan van een Franse kolonie naar onafhankelijkheid. In de jaren 90, terwijl hij eigenlijk zijn oude dag beleefde in Mali, is hij opgespoord door André Magnin. En dat, hij was de curator van de Contemporary African Art Collection. In de jaren 90 raakte men geïnteresseerd in de chronologie van zijn werk. En eigenlijk bleek uiteindelijk dat hij al zijn foto's min of meer kon dateren aan de hand van de achtergrond die hij had gebruikt. Want hij gebruikte niet voor ieder portret zomaar een andere achtergrond, maar eigenlijk gewoon iedere paar jaar verving hij het achtergronddoek. Deze die je in deze foto ziet, dat is de eerste achtergrond die hij heeft gebruikt en dat was gewoon zijn eigen bedsprei. What I remember. Nou, ik heb even rondgekeken en ook natuurlijk even gezocht naar een foto die wel indruk op hem gemaakt heeft. En dat is deze hierachter. Ik vind het wel grappig, want het is heel duidelijk een stelletje, volgens mij. Horen ze bij elkaar, maar ze zien er zo serieus uit. En ik weet niet of het nou dat ze een slecht huwelijk hebben, of dat ze gewoon denken dat ze zo heel stoer en classy, zeg maar, op de foto moeten staan. Dus ik vond dat wel een hele grappige om even uit te lichten. Je ziet heel vaak radio's terugkomen en bijvoorbeeld zo'n naaimachine. En heel vaak waren die objecten niet van de mensen zelf. Dat is eigenlijk best gek, want je zou denken dat ze misschien trots zijn op een bepaald bezit wat ze hebben en daarmee op de foto gaan. Maar heel veel van die props die had hij in zijn studio en mensen kozen dat uit om zich mee te identificeren op een bepaalde manier. Hier hebben we dus ook een aantal vintage prints liggen waarvan eentje omgedraaid, waarop je kan zien dat hij zijn foto's bestempelde. Dus je ziet Keita's Seydou. Fotograaf Bamako Koura, dat Bamako Koura is de wijk waar hij zijn studio had, aan vast prison civile. Dus hij zat tegenover de stadsgevangenis. En dus mensen wisten hem precies te vinden. En hij zat ook vlakbij het treinstation en dan stuurde hij wat jongens erop uit die met voorbeelden van zijn foto's rondliepen om klanten naar zijn studio te trekken. Ik kon toch niet laten om ook nog even over deze wat te zeggen. Kijk nou hoe lieve, schattige baby's. En het geinige is dat volgens mij die wenkbrauwen erop getekend zijn. In de laatste zaal van de tentoonstelling zien we deze. Deze foto wordt ook wel de Odalisque genoemd. Omdat het voor ons Westerlingen heel veel kunsthistorische verwijzingen in zich heeft. Maar Seydou Keita die was zich totaal niet bewust in die tijd van westerse kunstgeschiedenis of überhaupt. Hij had nauwelijks voorbeelden die als inspiratiebron hebben gediend. Dus dat is echt, dat wij dat nu de Odalisque noemen, dat is echt een westers label wat we aan die foto hebben gegeven. Ik denk dat voor veel mensen het verrassend zal zijn om de portretten in deze tentoonstelling te zien, omdat ze heel erg modern zijn en mensen zijn heel erg zelfbewust. En dat is zo'n ander beeld van wat we kennen van westerse fotografen die naar Afrika zijn afgereisd, meer etnografische foto's hebben gemaakt. Of zo ook heel vaak vanuit een koloniaal oogpunt. En dan kun je zien op de foto's dat mensen er niet zelf voor hebben gekozen om zich vast te laten leggen. Alle mensen die we hier in deze tentoonstelling gaan zien, die
waren een klant die naar de studio van Seduketa kwamen en zich op hun mooist willen hebben laten vastleggen. En dat straalt er vanaf. Ik vond het echt een super mooie tentoonstelling. Heel veel interessante dingen. Ja, Mirjam heeft echt heel veel kennis over. Ja. Dat vind ik wel gaaf om te zien, omdat het zo'n jonge curator is. En wat mij het meest is bijgebleven is haar verhaal over dat hij die foto's maakte voor op heel klein formaat. En dat ze dan bijna 60 jaar later worden die foto's dan zo groot uitgeprint. Dat heeft wel echt indruk op me gemaakt. En ik vond het prachtig. Heel detailed werk. Ja. Echt kleine details. Wat vond jij? Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb veel geleerd over deze fotograaf tijdens mijn studie. Dus het was grappig om naar een tentoonstelling te gaan met al zijn werk. Ik was echt heel erg onder de indruk. Ja, ook dit weer natuurlijk iets waar wij echt zeggen van ga daar kijken. En het was heel mooi weer vandaag, maar een uurtje van die mooie dag opgeven om hier naar binnen te gaan, dat is het zeker waard. We acted so cool. Smoke in the mirror, slippery road. What a fool.